poolwedstrijden gingen eigenlijk heel goed. De eerste twee wedstrijden met 9-0 en 9-1 gewonnen. En de derde poolwedstrijd iets minder, 5-1. Waardoor maar de halve finale waren al zeker. En de halve finale tegen Duitsland heel goed gespeeld en uiteindelijk 5-2 gewonnen. En in de finale moesten we weer tegen Polen, ook net zoals de eerste competitiewedstrijd. En wonnen we 6-2. Ja, 6-2. Dus dat was het natuurlijk genoeg. Dus heel mooi om mee te maken. Het duurde even dat we op gang kwamen en dat we echt een marge hadden. Maar een hele mooie sfeer, eigenlijk heel goed hockey ook van onze kant. En als het natuurlijk dan lukt, dan is het heel gaaf en heel vet. En ik denk dat er alleen maar goede herinneringen daarvan zijn. Nou, het is een hele mooie ervaring. Ik heb aardig wat minuten kunnen pakken. En toch ook wel goede reddingen kunnen verrichten. Dus heel erg veel geleerd ook. Dus heel erg mooi om dat ook mee te maken in mijn carrière. En die ervaringen mee te nemen nog met Saoki volgende week, maar ook richting het spel. Dan ben je nog jong, je bent 20. Je hebt al wat jaren ervaring in de hoofdklasse bij HDM. Nu het grote oranje in de zaal. Hoe ver ben jij verwijderd van het grote oranje op het veld? Nou, ik denk dat dat nog wel een grote stap is. Nu eerst jong oranje op het veld. En ik denk dat we daar het WK mee, daar wil ik het WK mee spelen. En die stap zetten. En daarna ga ik eigenlijk kijken van wat zijn mijn mogelijkheden. En kan ik gelijk aansluiten of moet ik er nog wat voor doen om iets later aan te kunnen sluiten bij het echte oranje. Dus het ligt natuurlijk aan hoe erg je blijft ontwikkelen in dit jaar en volgend jaar. En dan hoop ik dat ik gewoon sowieso een keer de kans mag krijgen.